Van Basten. Goed. Oh, de goal! Van de goal! Ik heb zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Hij zit erin! Geef mij maar liever een beker op het EK. Ja. Snijden! Zegt het voor! We did that for traffic. Hij is 22 centimeter groot! Ja, ik denk dat we gewoon een team hebben dat altijd blijft gaan. Ja, van de 5-1 is het zo een dag! Juichen langs de lijn. Goedemorgen, Ruben en Lars. Een hele goede morgen, Emiel. Goedemorgen. Dat is wel wat anders hè, dan onze podcaststudio in Amsterdam. Dit is opeens in de buitenlucht. Ja, leuk. Dat is toch wel heel speciaal, denk ik. Hè? Ja, voor de mensen die op YouTube kijken, die zien dat wij in Dortmund staan. Tenminste, als ze het meteen zien, zullen het vast geraden hebben. Mensen die op Spotify luisteren, die zullen hopen rumoer om ons heen horen. Dat zijn oranje fans die al massaal toegestroomd zijn naar Dortmund. We zitten op de Altenmarkt. Hier in het centrum van Dortmund en het zit al rammetje vol, hè? Het zijn er nog geen 80.000 wat verwacht wordt, maar volgens mij, het is 10:30 ochtends, het zijn er al een hele hoop. En ik zie ook al een aantal biertjes ook op tafel verschijnen, dus wat een mooie dag. Nee, dit wordt echt een gigantisch oranjefeest. Ja, het wordt nog een lange dag voor de mensen die om 9 uur al een bier beginnen. Want om 9 uur is de aftrap natuurlijk vanavond van de halve finale tegen Engeland. Met wat voor gevoel zijn jullie wakker geworden? Ja, het is natuurlijk sowieso al een historische dag. Halve finale EK, de laatste keer was 20 jaar geleden. Dus als je als voetballiefhebber nu niet met een bijzonder gevoel wakker bent geworden, dan moet je denk ik wel even bij jezelf te raden gaan. Ouderwetse kriebels in de buik, toch? Ja, beetje toch? Zoals je eerste verliefdheid een beetje. Nog, dat je opstaat. Ja, jij zat vroeg in de auto vanochtend. Ik zat vanochtend heel vroeg in de auto. Je hebt al een beetje FIFA Hollandia afgespeeld? Ja, er is een hele oranje playlist. Ja? De oranje bewaarde, alles is voorbij gekomen wat dat betreft. Heel goed. We gaan zo uitgebreid natuurlijk vooruitblikken op de wedstrijd van vanavond. Er komen ook nog wat fans aan bod. We hebben wat leuke clipjes die Timo en Brecht de afgelopen dagen voor ons al in Dortmund hebben geschoten. Ik heb natuurlijk ook stellingen voor jullie. Jij hebt ook nog wat voorbereid over de stad, maar daar komen we straks op. Hè? Zo, ik heb echt een lezing. Een lezing van 3 kwartier. De stellingen komen eerst. Op basis van prestaties, dit EK, is Nederland de favoriet tegen Engeland? Oneens. Oneens. Okay. Ik zou voor Malen in plaats van Bergwijn kiezen tegen Engeland. Eens. Eens. Tegen de stugge Engelsen zou ik Veerman terug laten keren in de basis. Oneens. Oneens. Duizenden oranje fans in Dortmund gaan de Engelsen totaal wegvagen. Eens. Ja, absoluut. Geen twijfel. En Nederland, uiteraard mag je niet ontbreken. Nederland wint van Engeland en bereikt de EK-finale. It ain't going home, lad. Uiteraard, ja. Dat had ik ook wel verwacht. Allemaal met elkaar eens wel. Dat is wel wat ik jammer. Ja, dat is een beetje saai. Nou, laten we dan zijn de stellingen gewoon niet goed. Nee, zo kan je het ook zien, inderdaad, zeker. Op basis van prestaties dit EK is Nederland de favoriet tegen Engeland. Waren jullie het niet mee eens? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat wel verrassend vond. Je was het in principe eens met je eigen stelling. Dus jij vond dat... Ik vind wel dat Nederland op basis van... Goed, je kijkt natuurlijk met een oranje bril naar oranje. En dan ben je toch geneigd wat vaak wat positiever te belichten. En dan kijk je ook met een oranje bril naar Engeland. Engeland is wel, door die oranje bril, denk je, dat stelt echt heel weinig voor. Wat ze eruit halen, wat er allemaal in zit. Maar uiteindelijk, ik denk wel dat je... als je het een beetje neutraal bekijkt, is oranje ook gewoon niet overtuigend. Alleen tegen de kleinere landen, toch? Uiteindelijk hebben we het goed gedaan. Tegen Turkije ook moeizaam trouwens. Roemenië moeizaam. Oostenrijk verloren. Frankrijk niet gewonnen. Polen wel gewonnen. Nee, je kan zeggen wat je wil van die Engelsen, want het ziet er natuurlijk niet uit. Maar dat heeft een reden en dat is de speelstijl van bondscoach Gareth Southgate. Die wil gewoon koste wat kost de nul houden. Heel gedisciplineerd vanuit een defensieve organisatie. Ja, hoe je het ook wendt of keert, dat doen de Engelsen goed. Want ze staan niet voor niks in de halve finale. Engeland heeft een probleem. Volgens mij zijn die spelers zich uitgeput. Als je Bellingham ziet na een lang seizoen, die is niet vooruit te branden. Eerste seizoen ook bij Real, hè? Voor iemand van 2021. Die is niet vooruit te branden, echt niet. En je ziet in de samenvattingen ziet hij er wel goed uit, want hij is vaak betrokken wel bij de hoogtepunten. Toen de omhaal tegen Slowakije. Maar als je gewoon de hele wedstrijd kijkt van Engeland, dan zie je wel dat hij toch ondanks zijn leeftijd de sleet en voor dit seizoen in ieder geval wel flink opzet. En dat geldt ook voor Kane en wel voor meer spelers. Dus dat is ook denk ik een groot probleem bij Engeland. Dat ze niet de energie hebben om nog een heel spectaculair schouwspel van te maken. Nou, je hebt natuurlijk ook verlenging gespeeld, dat hebben wij natuurlijk niet gedaan. Hoe leven ze in Engeland hier naartoe? Hebben jullie daar een idee van? Hoe schrijven de kranten er op dit moment over? Je bent natuurlijk geneigd om te zeggen dat is een en al negativiteit, maar is dat ook echt zo? Je hoeft de kranten niet langs te gaan. Ik was hier gisteren al met onze collega's Timo en Brecht. Toen was dit plein, wat nu helemaal oranje al is, 's ochtends vroeg was toen, werd beheerst door de Engelsen. Omdat de Nederlanders voornamelijk vanochtend pas gekomen zijn. Ja, die Engelsen die weten het zeker, die gaan de finale halen. Het is alleen maar it's coming home, het befaamde liedje. En we hebben ook een fan item opgenomen en als je die
Engelsen spreekt. Het is gewoon alleen maar van wij zijn beter dan jullie. En wij hebben die spelen. En, laten we even een stukje instarten, want die mensen kunnen precies. Misschien beter zelf tellen. Fans are good. Fans are good. Left, right song? Die Engelsen hebben er vertrouwen in, hè? Ja, Gakpo is shite en die is shite, die is shite. Dat is ook logisch, hè? Want uiteindelijk, de Engelse bril, Gakpo is gewoon geen vaste waarde bij Liverpool. Ondertussen hebben zij Saka, Palmer, beste spelers van de Premier League, Foden natuurlijk. Die redenatie is ook heel logisch, maar op het EK spelen er wel andere krachten. En zie je dat Gakpo opeens een betere speler is, of in ieder geval beter wordt gebruikt dan bijvoorbeeld Foden. Ja. Oké, duidelijk verhaal. Jij begon net over de markt waar we nu staan. Vertel eens even, wat is dit voor plek? Dit is de Altermarkt. Voor de mensen die nog nooit in Dortmund zijn geweest. Het is niet aan te raden om er naartoe te gaan op stedentrip. Nee, het is geen superspannende stad. Nee, we waren er in maart ook al rondom Dortmund PSV. Dit is gewoon een industriestad. Dortmund is een van de oudste steden van West-Duitsland. Het heeft historie qua musea, maar daar komen wij vandaag natuurlijk helemaal niet voor. Niet? Oké. Okay. Nee, verder is het gewoon... Dan moet ik mijn tickets gaan doorverkopen. Verder is het gewoon een industriestad. Het heeft geen bruisend centrum. De Altermarkt hier, dit is een beetje de hotspot van Dortmund. En dat gaat vandaag helemaal oranje kleuren. En verder, ja, als je op googelt op Dortmund bezienswaardigheden, dan kom je echt supersnel uit bij het Signal Iduna Park. Van mensen moeten daar naartoe. Dat is de hotspot van de stad. En ja, in alle eerlijkheid, het is ook echt een gruwelijk stadion. Ja, waanzinnig. Het is wel lekker bij Dortmund dat alles wel gecentreerd is. Ik ben ook in Berlijn geweest, daar was alles een beetje, gingen de mensen een beetje op in de stad. En hier heb je alle oranje fans bij elkaar. Je ziet daar verslaggever uit Engeland lopen. Ja, je ziet het. Gezelligheid komt wel ten goede. Zeker. Ja, absoluut. Ja, het stadion zijn wij geweest. Toen was de muur natuurlijk geel, zoals hij altijd geel is. Maar vanavond gaat hij in ieder geval, deels oranje kleuren. Want een deel van die hoek, een deel van die muur, is vanavond aan de KNVB toebedeeld. De oranje wand. Ja, ja, alleen het zijn geen staanplekken, begreep ik. Het zijn geen staanplekken. Nee, dat mag niet, hè? Mag niet. Nee, dus er gaan in plaats van 25.000 man, wat er bij Dortmund op de gelbe wand staat, worden het er nu 10.000. 10.000 Nederlanders met een plukje Engelsen. Gisteren ook wat Engelsen gesproken hier. Die zeggen van, wij staan ertussen. Dat is natuurlijk ook mooi. Zag je de afgelopen wedstrijden ook vaak dat er dan een enorme oranje muur was en dat er dan ergens nog een verdwaalde Roemeen of een verdwaalde Fransman of zo tussen stond. Ja, mooi beeld. We hebben gisteren dus Engelse supporters gesproken. Die hadden er zin in en die waren ook alvast een beetje aan het prikkelen, hè, naar die Nederlanders. Maar goed, we komen hier uiteindelijk natuurlijk voor het voetbal, los van de sfeer. Beetje 50-50 eigenlijk, maar goed, laten we het ook maar over voetbal gaan hebben. Ik zou voor Malen in plaats van Bergwijn kiezen tegen Engeland. Daar waren jullie het allebei mee eens. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het gaat gebeuren, want Bergwijn die lijkt nu toch wel zeker van een plekje. Ja, het is een beetje een vraag, zou je het zelf graag zien of Malen speelt? Of denk je dat Koeman... Ik denk dat we het erover eens zijn dat Koeman niet heel veel reden heeft, vanuit Koeman geredeneerd om te wisselen, toch? Exact. Maar jij zou dus wel voor Malen gaan. Waarom? Ja, omdat hij gewoon meer... Ik denk dat hij meer energie erin in de wedstrijd kan leggen. Natuurlijk valt ook even te zeggen om hem als invaller te gebruiken. Daar is hij natuurlijk... net zoals Weghorst is het misschien wel beter als invaller dan als basisspeler. Ik denk dat Malen intrinsieke kwaliteit, die heeft er wat meer, denk ik. Kan wat makkelijker mannetje passeren. Alleen tegelijkertijd, je hebt dan wat minder weer die tandem met Dumfries. Bergen en Dumfries, dat loopt op zich wel. Natuurlijk tegen Turkije wat minder, want Bergen gewoon minder speelde. Malen zit toch wat meer tegen die zijlijn aangeplakt. Dat wordt heel tactisch misschien, maar het past misschien wat minder bij elkaar. Dat wordt echt een tactisch schaakspel. Want als Malen gaat spelen, hij zal hoe dan ook aan de binnenkant moeten gaan spelen van Koeman. Omdat Dumfries, ik ga er niet vanuit dat Dumfries eruit wordt gehaald. Dan krijg je weer dat koppeltje binnen-buitenkant waar we het al... zo vaak over gehad hebben. We hebben het al twee maanden voor het hadden het al. Precies, over die rechterflank, daar zijn natuurlijk heel veel vraagtekens. Alleen, ik zou sowieso voor Malen kiezen. Vanwege de defensieve organisatie van Engeland, die gewoon echt goed staat. Mocht je wel in een omschakeling moment komen, want je gaat nou eenmaal tegen Engeland niet zoveel de bal hebben als dat je had tegen Roemenië en tegen Turkije. Dan kun je met Malen natuurlijk veel meer op zijn snelheid gokken in de omschakeling. Malen heeft wel als toch een beetje een tekortkoming het mee verdedigen.
Jawel, maar goed. Dat is hij ook tegen Duitsland in de oefenwedstrijd. Het was Koeman echt woest, hè, op Malen. Dat hij niet goed mee verdedigde bij de corner. Dat is Koeman niet vergeten. Heeft hij nog een keertje aangehaald in de adem na het EK. Tegen Oostenrijk was hij gewoon welwillend. Maakte hij een ongelukkige eigen goal. Ik bedoel, het is wel veranderd. En ja, ga maar mij niet vertellen dat je een rechtsbuiten niet opstelt vanwege dat hij niet mee verdedigt. Ik kijk eerst naar wat kan hij aanvallend brengen op zijn positie, denk ik. En dan krijgt in mijn ogen nu wel echt Malen de voorkeur boven Bergwijn. Omdat ik denk dat hij nu in deze wedstrijd meer kan betekenen voor Oranje. Ja, ik opteerde Joey Veerman in de basis. Daar hadden jullie niet op. Zijn er andere wijzigingen die jullie wel zouden willen doorvoeren? Mickey van der Ven is een aantal keer genoemd de afgelopen dagen. Mickey van der Ven heeft de pech dat hij AK en Van Dijk op zijn positie voor zich heeft. Van der Ven zou denk ik bij elk ander land in de basis staan, behalve bij Nederland. Maar het is gewoon heel lekker als je zo iemand achter de hand hebt. Verder, ja, om op Veerman, ik zou gewoon Tijani Reinders en Jerdy Schouten nu niet meer uit elkaar gaan halen. Dat heeft niks met Veerman te maken. Omdat hij gewoon in zijn invalbeurten echt laat zien dat hij gewoon goed genoeg is voor de basis. Oostenrijk ligt ver achter ons. Maar nee, dat zou ik gewoon niet meer loslaten. Nee, helemaal mee eens. Het middenveld staat nu. Daar gaat Koeman echt niks aan veranderen. Echt niet. En Van der Ven, oké, ja. Voor te zeggen natuurlijk, er komt natuurlijk een discussie los, maar dat hoort ook een beetje. 17 miljoen bondscoaches. AK gaat er absoluut niet uit. Hij heeft tegen Saka al meerdere keren bewezen dat hij hem kan bespelen in de Premier League. Zit hij tegen Arsenal. Prima, gewoon laten staan. Ja, voor welk gevaar van de Engelsen zijn jullie nou wel beducht? We hebben ze niet heel veel gezien de afgelopen weken. Is er wel iets waarvan jullie denken, ja, dat blijft natuurlijk? Het is ongelooflijk risicoloos. Als je Foden bij City ziet, dan is het tegenstander opzoeken. Hetzelfde geldt voor Saka bij Arsenal en zo kun je nog een paar namen noemen. Dat mag niet van Southgate, dat is het spel. Alles waar risico in zit, dat mag niet, dan is het uithalen en opnieuw beginnen. Dus het is gewoon super risicoloos. Alleen uiteindelijk, als je een Saka de mogelijkheid geeft om wel in die 1 tegen 1 te komen, dan is hij dodelijk. Dat weten we allemaal van Arsenal. Dus Nederland moet gewoon, hoe dan ook, altijd die spelers dubbelen die een individuele actie in huis hebben. Dus de Foden, dus een Saka. Die mogen gewoon hun individuele kwaliteiten niet kunnen benutten. Ik denk dat je dan Engeland echt wel kan uitschakelen. Valt er dat wat te zeggen? Ja, je hebt ook gewoon individuele bevliegingen. Daar moet je oppassen. Bellingham die kan, wat ik zei, die kan misschien niet zo heel goed spelen in dit EK. Maar je weet gewoon, als hij even 2 minuten de smaak te pakken krijgt, dan ligt hij zo, dan kan hij zo netje liggen. En dat geldt ook voor Kane, Foden. Palmer die er nog in kan komen. Palmer die brengt wel iets extra's. Nee, maar laat die Engelsen maar lekker rondtikken. Daar moeten we niet bang voor zijn. Want ze gaan niet die steekbal. Hoe vaak heb jij dit EK Engeland al echt een splijtende steekpaas? Eindeloos breien. Ja, het is eindeloos breien. Nou, laat ze dat maar doen. En daarom zeg ik, je moet gewoon de gevaarlijkste mensen, die moet je eruit zien te halen. Nou, laten we het ook eens even aan de mensen hier vragen. Jongens, mogen jullie een paar vragen stellen kort? Zeker. Hele simpele vraag hoor. Kom een beetje bij. Dan hebben jullie ook op beeld staan. Wij hadden het erover. Voor welk gevaar van die Engelsen moeten we nou wel bang zijn? Ik denk Saka. Ik denk dat Saka op dit moment de enige is die laat zien dat hij toch wel in vorm is. Bellingham, Foden is gewoon gevaarlijk, weet je. Maar toch, als je nu kijkt naar tot nu toe het toernooi. En deert nog niet echt, hè? Nee, ja, ze willen allebei een beetje hetzelfde, hè. Een beetje overal nergens lopen. Waardoor die linkerkant eigenlijk elke keer open is. Ja, ik zou Palmer erin zetten als ik erin was. Maar ja, kijk. Na zo'n seizoen Palmer op de bank houden, dat is eigenlijk ook van de zotte natuurlijk. Ja, ik bedoel, ik denk dat hij bij bijna elk land in de wereld, vooral nu, zelfs bij Spanje, zou hij er wel in staan, denk ik. En ik denk dat hij wel het beste voetballer nu. Maar ja, Engeland, kijk, ja. Wat zijn gevoel pakken we ze of niet? Wat zeg je? Wat zijn gevoel pakken we ze of niet? Ja, kijk, ik denk met penalties, denk ik. Ik denk Verbrugge, maar toch, Nederland neemt ze vaak niet goed, dus je moet wel hopen dat Verbrugge er een paar pakt. Engeland schoot ze er aardig in natuurlijk. Ja, maar ja, die hebben ook, denk ik wel, kwalitatief wel betere spelers. Kijk, in de team rendeert het niet goed, maar in de penalty zie je toch wel die klasse weer een beetje terugkomen. Hey, gaan jullie die Engelsen een beetje wegvagen hier vandaag in Dortmund? Absoluut, op alle fronten. Ik denk qua supporters zeker, dat ongetwijfeld. Heb je al een beetje veel Engelsen gezien? Weinig. Hierachter zit de groep. Maar ja, zetten ze. Het is al van ons, hè? Het is net als ze er niet zijn, man. Ja, dat slaat er nergens op. Ja, ze komen er ongetwijfeld nog wel, hoor. En die zijn ook gek, dat weten we. Maar ik denk dat wij wel de overhand hebben, hoor, vandaag.
Westfalenpark is Westfalenstadion is vanavond oranje. Zeer oranje. Ik ben hier echt een man met verstand hoor. Dat heb ik nog wel even gezegd. Hè. Hij zegt alleen maar rake dingen. Ja? Ja, maar hey, ik zei het al. Ik kijk wel eens naar jullie. Dus, ik moet, dit komt niet van mij allemaal. Het is gewoon... cyclisch aan het praten. Jij zegt meer wat jij vindt. En jij bent daar natuurlijk mee eens. Als ik een biertje had gehad, hadden we nu geproost. Wij hebben nog allemaal staan. Het is nog vroeg. Na de aflevering komen we erbij zitten, jongens. Dankjewel. En geniet ervan, jongens. Veel plezier. Ja, het is... onbestelbaar, hè? Ondertussen gaan oranje fans rennen hier om het plein heen. Met een vlag aan de hand. Iedereen gaat helemaal los. Zijn analyse, diepteanalyse gaat gewoon door. Ja, dat is heel goed. Echt eigenlijk precies wat wij hiervoor hadden. Het stroomt ook echt helemaal vol. Elke 5 minuten lijkt het weer, lijken er weer 100 fans. Man met de vlag weer. Ja. Ah, dit is schitterend. Ja, prachtig in de beelden. Gisteren waren jij, Timo en Brecht ook al de stad in. En ik zag een clipje van Ben Foster langskomen. Dan moet je even... Dat is wel even een heel mooi verhaal. Wij kwamen hier aan. Het was nog leeg, verlaten dit plein. En we gaan even een terrasje op. Beginnen met 1 biertje en even een goede lunch. Zodat we daarna hard kunnen knallen. En in één keer zegt Brecht, onze collega... Die zegt, jongens, ik zie Ben Foster daar de Dortmund shop in lopen. En Timo en ik kijken elkaar aan, wij een beetje lachen. Van, dat kan niet waar zijn. Wat doet zo'n man hier op de Altenmarkt, op dinsdag in een, verlaten, op dat moment nog verlaten Dortmund. Achtvoudig international. Achtvoudig international, ja. Ondertussen gebeurt er even wat. Maar even kijken, mooi stickertje opgeplakt. Maar om even verhaal af te maken. Zo, dit ga ik niet overroelen. Laten we even wachten. You're going home, Clinton. Nee, dus ik zeg tegen Brecht, ik zeg, weet je wat, ik loop die Dortmund shop wel even in en ik ga even kijken of het hem echt is. Als het hem echt is, moet je hem gelijk aanspreken als hij naar buiten loopt. En ik doe alsof ik die shirtjes een beetje aan het bekijken ben en ik kijk zo door in mijn ogen. Het is hem echt, Ben Foster. Dus ik Brecht heb, ik zeg, joh, als hij straks eruit loopt, naar buiten rennen. En hij werd een beetje overvallen natuurlijk. Brecht gelijk met een plopkap voor zijn neus. En het was heel leuk. Vriendelijke man, leuk voor de camera. Een paar leuke vragen beantwoord. Ja, onder andere over Bart Verbrugge. What do you know about our goalkeeper, Bart Verbrugge? What do you think about him? Yeah, he's a good goalkeeper. Very good with the ball at his feet. Very calm, very composed for a young lad as well. Massive save in the last game, in the last moments. He came up trumps there. Really, really liked it as well. Would you replace Pickford for Verbrugge? Oh, hell no. No chance. Did you see Jordan Pickford in the last games? No, Jordan Pickford, England's number one, without doubt. You always know what you're going to get with Jordan Pickford in England. He brings that energy. Sometimes a little bit over-exuberant on the pitch with his animations. But when it comes to the big moments, you know, the penalty shootouts, you know that he's going to come up trumps. Ja, Verbrugge, een van de lichtpuntjes, dat klinkt dan heel negatief. Maar meer van een van de verrassingen van Nederland, dat hij er al zo staat. Openbaring toch? 21 jaar en zo zeker. Ik heb al eerder gezegd in de spelersbattle, het beste doelman van Oranje sinds Edwin van der Sar. Ja, daar sta ik vierkant achter. Maar dat zeg je, dat klinkt gek, want hij heeft volgens mij pas 12 of 13 interlands op zijn naam. Ja. Maar je zit er echt niet ver vanaf. Nee. Wat hij nu al heeft laten zien, dat is echt indrukwekkend. Echt heel knap. Echt indrukwekkend. Ja. Eigenlijk nu al totaal onomstreden wat alle doelmannen sinds van der Sar eigenlijk niet gelukt is, toch? Voor het EK was er nog een lichte discussie. Iedereen neigde al wel naar Verbrugge. Alleen er was nog wel een keepersdiscussie. Nou, die is voor de komende jaren getackled. Ja. Ja. Ik had nog de stelling, Nederland wint van Engeland en bereikt de EK-finale. Uiteraard mag die niet ontbreken. Het is wel een beetje natuurlijk het nationalisme dat dan de overhand neemt. Ik denk oprecht 50-50. Ik denk echt. Ja, ik denk penalties. Ik denk 1-1 na 120 minuten. En penalties. Ik zat een beetje over na te denken. Ik zat in de auto hier naartoe dus vanochtend. En dan ben je een beetje aan het nadenken. Kijk, als het penalty is, wat moet Oranje dan doen? Toen bedacht ik me dat laatst een boek is uitgebracht door een Noorse hoogleraar. Dat heet namelijk De Psychologie van de Penalty. Oh, jij zit goed in de Noorse literatuur, merk ik al. Nou, dat is een redelijk bekend boek inmiddels. En die komt met een aantal hele goede tips. Dus als Koeman luistert... Misschien kan hij ze nog in de praktijk brengen. Redelijk kort dag, moet ik wel zeggen. Maar ja, er zijn een paar tips. Ik zal ze even bijpakken. Als de scheidsrechter fluit, dus je staat bij de bal. De zenuwen gieren door je lijf. Je moet eigenlijk 5 seconden tijd nemen na het fluitje van de scheids. En vervolgens neem je de penalty. Diep ademhalen. Dan vergroot je de kans met 20% als je hem raakt. Kijk eens aan. Dat is lekker. Oké. Mooi meegenomen. En wat een hele goede is, het buddy systeem. Wat zou het zijn? Dit heb ik op Twitter langs gekomen. Het buddy systeem, als je een penalty hebt genomen, word je opgehaald door een ploeggenoot.
En ook een beetje weggebracht, toch? Dus een beetje, ja, precies. Dus een beetje helpen, begeleid. Elkaar helpen. Dat je het idee dat je er niet alleen voor staat, zeg maar. Precies. Dat was precies wat er niet gebeurde bij Engeland na de penalties, of rond de penalties. Ja, tegen Zwitserland wel. Ja, precies. In 2021 tegen Italië niet. En nu zie je het eigenlijk overal, hè? Dat je echt van tevoren aangewezen buddies hebt die elkaar begeleiden naar de penaltystip en terug naar de middenlijn. Als je tegen Zwitserland zag, ja, dat was gewoon uit het boekje wat ze daar deden. Ook de genomen penalties waren gewoon heel sterk natuurlijk. En ze hebben die specialisten. Tony die niet kijkt naar de bal. Er komen ook geweldige memes voorbij. Engeland volgens mij zelf gepubliceerd dat hij zo aan het darten is. Ja, zonder te kijken. Ja, schitterend. Ja. Heb je Palmer, heb je dan nog Saka. Alexander Arnold, Kane. Dat zijn allemaal vaste penalty-nemers. We waren het er al over eens. Penalties, daar moeten we niet op aan laten komen. Nee, dat vrees ik ook. Ik weet niet of je de bidon van Pickford hebt gezien. Ja. Ja, die is ook goed voorbereid hoor. Ik hoop dat Verbrugge ook zo'n bidon ergens heeft liggen. Met alle penalty-nemers erop. Pickford had voor de duidelijkheid van elke speler, dus alle 26 spelers van Zwitserland, had hij op zijn bidon staan met erachter of hij naar links of naar rechts moest duiken. Dus die was gewoon heel goed voorbereid. Ik zat te denken, Van Dijk heeft natuurlijk ook nog een appeltje te schillen met Pickford. Ja, na die horrorblessure. EK gemist. Ja, sowieso. Pickford is, proef ik een beetje, niet echt geliefd hier in Nederland. Dus, het is rare fratsen natuurlijk. Rare vogel. Maar uiteindelijk moet je hem gewoon in een andere hoek schieten. Pickford heeft hem, het is niet zo ingewikkeld, toch? Ja. Uitstekende tip hoor, die kunnen in onze zak steken. Als je hem goed in de hoek schiet, vergroot je de kans met 100% als de keeper de andere hoek in gaat. Pickford heeft gezegd van Dijk altijd naar links. Nou, zit je met de rechterkant erin, toch? Ja. Ja, dan je zou zeggen dat Pickford bij Van Dijk, want Van Dijk schiet alles in dezelfde hoek. Dat hij wel ervan overtuigd is dat Van Dijk gewoon één keer wat anders moet doen. Ja. Dan heb je denk ik 100% en een keer door midden. Wat vaker door het midden. Goed, we gaan het vanavond allemaal zien of jullie tips geholpen hebben. Koffiedik kijken natuurlijk. Dit. Laten we vooral hopen dat we het in 90 minuten af kunnen maken. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Voorspellingje mannen, ik wil hem weten. Ja, net al gezegd, 1-1 na 120 minuten. Penalties, ja, pakken we hem. Ja, ik belde met Ronald de Boer, die zei precies dat. Dus dat vind ik een beetje flauw om dat te zeggen. Dan ga ik er toch van afwijken dat we geen penalties gaan worden. En dat we een in 90 minuten beslissen, 2-1. En jij? Ik wil het feestje niet verpesten, maar mijn gevoel is dat het misgaat vanavond. Hey, sorry, het spijt me zeer. 1-0. Oh. Kijk, strandbal vlieg je om de oren hier. Nee, ik ben bang dat Saka of Kane zo'n vieze 1-0 halverwege de tweede helft erin schiet. En er niet doorheen komt als de Engelsen dichtmetselen. Maar goed, gaan we natuurlijk niet vanuit. Vandaag in Dortmund gaan wij natuurlijk de straten op om nog allemaal mooie beelden te maken van onder andere de fanwalk. Fans gaan we nog spreken. We gaan natuurlijk in het stadion ook zijn vanavond voor interviews na afloop van de wedstrijd. Komen allemaal beelden aan, dus blijf dat allemaal volgen. Willen we nog even een voorspellingje horen van de mensen om ons heen? Dat kunnen we nog zitten, even doen. Ruben, vraag eens even aan de tafel hiernaast. 0-1 achter. En vervolgens komen we terug met 3-1. 3-1 winst. En wie gaat er scoren? Gakpo. Ik hoop weer een wegworstje, hè? Even weer een kantje pakken. En ik gun het Depay ook wel. Ja. Weghorst en Depay worden de helden van Nederland. Ik hoop het. Ik hoop het van harte. Ja, en Gakpo of course, hè? Die mag ook niet ontbreken. En dan Europees kampioen? Ja, we gaan ervoor. Als we toch van de Spanjaarden kunnen winnen dan volgende aankomende zondag, dat zou mooi zijn. Denk je dat dat kan? Moeilijk. Ik vind ze wel echt heel goed spelen. Ze blijven tikken en je zag gisteren ook tegen Frankrijk. Op een gegeven moment de Fransen kwamen er niet meer aan te pas. Maar ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, mannen. Dus ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Dankjewel. Dankjewel jongens. Veel plezier vandaag in Dortmund. Doe een fijne terugreis. Jij gaat lekker in Nederland kijken. Ja, vanavond gewoon weer werken, toch? Oh, je moet werken natuurlijk. Wij ook, maar wel vanaf hier. Ja, goed, hartelijk dank jongens. Veel plezier. Bedankt voor het luisteren en natuurlijk voor het kijken. En graag tot de volgende video. Van Basten. Goed. Oh, de goal! Van de goal! Het is zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Hij zit erin! Geef mij maar liever een beker op het EK. Snijden! We did that for traffic. Hij is 22 centimeter groot! Ja, ik denk dat we gewoon een team hebben dat altijd blijft gaan. Van de 5-1 is het zo een dag! Juichen langs de lijn!